We zijn hier zo ongeveer op de meest on-Braziliaanse plek waar we ooit zijn geweest in Brazilië. We zijn namelijk op een hockeyveld. Het lijkt wel of we op universiteitscampus in Amerika zijn. Ja, daar lijkt het wel op. Maar hier traint het Braziliaanse hockeyteam. En opvallend genoeg zitten daar 3 Nederlandse jongens bij. Ja, dat zijn jongens met een Braziliaanse moeder volgens mij. Hè? Ja, klopt. En daarom mogen ze meedoen. Een jongen die ziet er wel Nederlands uit, vind je niet? Die blonde. Ja, een beetje de Floris Evers. Hello. Eric. Hello. Frank. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. But you are the coach. Yeah. All right. Can you tell us who are the Dutch guys? Yeah. The blonde guy, of course, in green. Yeah. The one with the funny hair there. Yeah. Yeah, like Japanese. Yeah. And yeah. His brother is also the in gray shirt here. In the gray shirt. Yeah. All right, all right. Good players? Yeah. Yeah. Maar in 2006 waren we hier op vakantie, want mijn moeder komt uit Brazilië. En mijn vader gewoon uit Nederland. Maar we hebben nog familie hier. Toen hebben we eigenlijk een keer contact opgenomen met een hockeyclub. En toen hebben we een keer voor de lol echt, gingen we gewoon een training meedoen. Nou ja, toen 2 jaar later kregen we een mailtje van binnenkort zijn er weer selecties. En je hebt het Braziliaans paspoort, wil je een keer langskomen een weekje om te kijken of het, hoe het gaat en wie weet. Jij ziet er wel uit als een Braziliaan, jij hebt een Braziliaanse moeder geloof ik, hè? Ja, ik heb een Braziliaanse moeder. En hoe is dat bij jou dan? Ik heb een Braziliaanse vader. Maar jij oogt helemaal niet Braziliaans voor mij. Dat komt Floris Evers gewoon aangelopen. Nee, maar zo gaat het af en toe. Hè? In Nederland hebben we ook allemaal verschillende kleurtjes. En dat hebben ze hier ook. En weet je, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik ben nog gewoon strontjaloers. Ja? Je een soort van achterdeur. Maar jij zegt altijd dat jij hockey een ontzettende kutsport vindt. Hè? Oh, dat zeg ik niet zo heel vaak. Maar stel je voor dat je met hockey mee mag doen met de Olympische Spelen. Dan denk je toch gelijk jouw stik uit de vaseline. Ja, absoluut, dat zou ik dus ook meteen doen. Ik vind het gewoon een jongensdroom, dit. Echt fantastisch. It's not a very popular sport in Brazil. No. We have here in 2000 players in Brazil. In all of Brazil, 2000 players? Ik denk zelfs dat er in Nibbikswoud al meer dan 2000 mensen hockeyen. My colleague Frank, he used to be a good hockey player in The Hague. Is there maybe a chance when Frank is becoming a Brazilian, then he can join also the national team? I think you need to work hard in the physical part. Yeah. After that we can. Jongens, heel eerlijk, hè? Jullie komen nou uiteindelijk gewoon uit Nederland. Hè? Wij Nederlanders zijn eigenlijk het beste land van de hele wereld in hockey. Die trainers hier, hè? Die Brazilianen, die kunnen jullie toch helemaal niks meer leren? Ik leer iedere dag hier. Ja? Ja, absoluut. Dat is echt het mooie juist van de Zuid-Amerikaanse cultuur misschien wel. Hoe er op mentaal vlak echt, vind ik, in Nederland wordt er wel op gefocust, maar minder dan hier. Wat is hier anders dan? Nou, hier wordt er meer gesproken met elkaar. Wordt er meer echt op gevoel, worden dingen... Meer worden... op emoties. Ja. En hoe zie je dat dan terug op het veld? Ja, ik denk dat je ziet dat het enthousiasme er zeker is met wedstrijden ook. En dat het soms heel erg emotioneel gaat. Dus ook mensen heel er helemaal voor gaan. Maar dat ze daardoor ook een beetje soms controle verliezen tijdens wedstrijden. En dat je juist helemaal opgaat in je emotie. En ja, het is hartstikke mooi natuurlijk. Maar je moet er wel een balans in vinden. Maar kun je dan ook spreken van samba-hockey? Samba hockey. Ja, ik denk dat er wel wat frivoler, dat frivoliteit er wel zeker in zit. En ja, Nederland is vooral heel gedisciplineerd eigenlijk. En ik weet niet of dat iets goeds is of iets verkeerds, maar je merkt wel dat het een soort van eigenschap is. Hey jongens, een belangrijk moment. Staan jullie klaar voor de wedstrijd? Opstelling op het veld. En dan moet er gezongen worden. Het Braziliaanse volkslied. Ja. En daarom willen Erikinho en ik heel graag van jullie horen het Braziliaanse volkslied.
Ja. Ja, dat, ik denk dat je even moet wachten tot de wedstrijd dan. Ja, een paar regels. Dat zijn dingen die je kan niet in dit land zeker niet zomaar het volkslied zingen. Je moet dat echt met bijzondere gelegenheden doen. En ik vind het heel bijzonder dat jullie zijn gekomen, maar je moet even. Verwacht jullie ook op 6 augustus hier en dan uit volle borst. God, ik vind het toch fascinerend dat jij zegt volkslied. Dat zing ik niet zomaar. Nee. Maar het klinkt wel. Jij bent uiteindelijk een Nederlander, maar ook met een Braziliaans paspoort. Maar je klinkt eigenlijk ook wel dat je echt een soort van trots op je land bent of zo, Brazilië. Je zegt, niet voor de flauwekul ga ik dat niet zingen. Nee. Maar ja, je zegt, ik ben Nederlander, maar ik ben Braziliaan. Dus, ja. Jullie kennen het wel helemaal. En jij hebt hoeveel interland? Ik heb 35 interland. Ieder interland zing je het volkslied. Ja. Het zou raar zijn als je niet mee kan zingen. Hey, wanneer zouden jullie Nederland tegenkomen eigenlijk? Mochten jullie verder gaan in de... Nou ja, dat hangt er vanaf. Halffinale of finale wordt dat. Halffinale of finale. Dat zou mooi zijn, hè? Voor wie ben jij dan? Daar twijfel ik gewoon over, weet je. Nee, dat ben ik wel voor Nederland. Ja? Ja. Nou, dat ben ik wel. Ben jij voor Brazilië? Nou, heel mooi. Succes, hey, top en succes. Hey, dank.